De West-Vlaamse intercommunale doet het goed. Dat bleek vorige week tijdens de algemene vergadering in Torhout. Tegelijk kreeg WVI van alle gemeenten de goedkeuring om de komende 18 jaar het werk verder te zetten. De West-Vlaamse intercommunale is een beetje het verlengstuk van de gemeenten. Wij helpen als het gaat over klimaatinitiatieven, maar ook om nieuwe investeringen te doen samen met de private sector. Zo kon WVI 30 hectare bedrijfsgronden verkopen aan meer dan 100 verschillende bedrijven. De intercommunale zet ook sterk in op digitale transitie. Iets waar bijvoorbeeld de stad Oostende al mee bezig is. Als je verlichtingspalen plaatst, ben je dan voorbereid om op die verlichtingspalen wifi-antennes te plaatsen. Dat gaat over vuilbakken, dat gaat over sensoren. Ook lokaal klimaatbeleid is een van de speerpunten van WVI. Dankzij het burgemeesterconvenant hebben meer dan 30 gemeenten zich geëngageerd om de CO2-uitstoot te verminderen. We hebben daar met Loreningen volop op ingezet. Dakenscans, gevelscans hebben we gedaan, maar ook belangrijk, alle investeringen die beslist worden binnen het college worden getoetst aan het convenant. En WVI doet nog meer voor een klimaatbestendige leefomgeving. Wij gaan nu aan alle bedrijven aan wie dat wij grond verkopen opleggen dat zij zonnepanelen op hun daken kunnen leggen. Dus dat betekent dat alle bedrijfsdaken straks zonnepanelenproof moeten kunnen zijn. Meer weten over de plannen van WVI? Bekijk dan zeker de website wvi.be.